Dit laatste half uurtje van deze week Ateliers wordt een romantisch half uurtje. We gaan zo dadelijk in verschillende rondes gaan wij speeddaten. Je zit nu tegenover iemand en je hebt geen idee meer wie rond deze vragen diegene is. En als je er na een minuut achter komt, ik weet het niet zo, dan zeg je gewoon nee, jij bent niks voor mij. Dus in tegenstelling tot wat we de rest van het jaar doen, is er geen ruimte voor nuance. Als je zegt met elkaar, als dat geldt voor allebei, je zegt allebei ja, I love you, onze ideeën die passen bij elkaar, dan verdwijn je hier uit deze datingshow. Hebben we een ja? Nee. Jullie zullen toch romantischer moeten vertellen aan elkaar, denk ik. Binnenkring schuift op nu, de andere kant op. Ja, ga je gang. Deze is van mij. Ik zie jou. Waar? Rondflappen, net. Ja, ik ga denk ik zelf op het podium staan, maar ik weet niet. Zijn er al mensen die ja en ja hebben? Ja, ja stickers? Misschien wel. Nu beslissen. Ja. Ik kan ook ja naar afkondigen. Ja? Ja of nee? 1, 2, 3. Nee! Laat het een stimulans zijn om veel meer met elkaar uit te wisselen. Wat doen jullie? Want er worden prachtige individuele parels gemaakt in alle vier de kunstvakken. Dus zijn er mensen die een misschien, ik wil wel meer van jou horen, indruk hebben van elkaar? Inge wil wel meer horen. Oh. Toch nog gelukt, Boet. Onze studenten die komen hier vaak vanuit de middelbare school of vanuit een tussenjaar wat ze zelf hebben ingevuld met hele grote vragen. Wie ben ik? Wie ben ik in de wereld? Wie ben ik ten opzichte van anderen? En we nemen een jaar de tijd om via kunst, wetenschap, ondernemen te onderzoeken wat die vragen betekenen ook voor de toekomst van de studenten die hier terechtkomen.